Yo, mensen, welkom bij deze video op Game met Ruimko, namelijk Minions spelen. Nou, dit is niet helemaal Minions spelen, want we zijn in een Disneyland server, namelijk Hyperion Parks. Dat is een server en daar heb je eigenlijk alle Disneyland parken op een rij staan. Want kijk eens hier, Aventura, yo, dat is het ongein. Wel Disney Studios, daar gaan we zo meteen even kijken. Fantasia Kingdom. En ik heb natuurlijk een Reese's Pack aan, maar dat moet, omdat anders heb je er helemaal geen bal van. Nou, bijna geen bal van. En nou, welkom in Disneyland. Met magie springt in het rond. En die klok vind ik wel heel origineel. En dat ben ik. Welkom to Disneyland. Treed binnen. Natuurlijk. Nou, kijk je, hoppakee. Dit is dit. Oh mijn god. Oké, dit vind ik wel heel gaaf. En ik lijk een beetje dat. Dat komt omdat ik een respect aan heb. En dat vindt mijn computer niet echt heel erg leuk. Dus daarom. Daarom zie je me meestal altijd heel vaak lijken. Maar dat is niet voor altijd zo. In deze wel, maar niet in het. Als ik aan het opnemen ben in deze server met deze respec aan, ja, dat gaat niet helemaal goed komen. Maar ik vind het wel leuk. Dat is één ding wat zeker is. Oké, het is irritant. Maar het went. Transport hoef ik niet. Ik hoef geen transport, zei ik toen. Zei ik zo net. Oké, dan. Ik ga geen slecht audio doen, want anders. Tam, tam, tam. Kom eruit. Oké. Nou, het kasteel. Als ik eerlijk ben, ik vind de dis in di in Dronecraft, die vind ik iets mooier. Want dit is een beetje een eigen. Dit is echt. Dit is iets kleiner en dit is en die in Disneyland die is gewoon 10 keer groter. Die is zo realistisch. Oh my god, die is gewoon echt gewoon dikke shout-out aan Irma. Irma is een crewlid. Nou, was een crewlid en die had het hele Droomcap kasteel gemaakt. En het ziet er gewoon het buiten gewoon mooi uit. Zit dikke shout-out aan Irma. Irma. Oftewel Dragon M97. Zeker. Nou, even terzijde en oké, dit is exit only. Daar moeten we niet in. Oh, is het echt serieus? Het is Peter Pan. Ja, dit is Peter Pan. Of Pinocchio, ik weet niet wie dit is. Is ook niks. Kijk, wat is dit precies? Dit is. Ik weet niet hoeveel werk hierin heb gestoken, maar ik denk ongeveer dat het een jaar heeft geduurd om dit allemaal in elkaar te proppen eigenlijk. Je mag hier eigenlijk ook niet overheen, dat is gewoon het kaksen. Oké, dan zijn we hier aangekomen. En dan nog 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2 en 1, 1, 0. Oké, nou hoi Karike. En dan maken we een ritje in deze attractie die ik geen naam van ben. En die weet ik wel, want dat is Pinocchio. Want ik weet dat vanaf die poppetjes. Ik ben nog nooit in die attractie geweest. Ik ben eigenlijk wel een keer in Disneyland Parijs geweest, maar ik ben nog nooit in die attractie geweest van. Wow. Ik ben alleen in de kleine attracties geweest, als ik eerlijk ben. Ze hebben alleen maar gesnackt. Ja, toen was ik ook iets kleiner, toen was ik 8 jaar, moet je nagaan, hè? Dat is 10 jaar geleden ongeveer. Weet ik veel. Ik zeg ook maar wat. Dit is. Geen idee. Het ziet er wel heel gaaf uit. Die brick, die vind ik wel heel leuk gedaan. Vind ik deze slopen? Nope. Nope. En nope. Maar die vind ik wel leuk, die met die balletjes. Vind ik wel origineel. Ik vind alles origineel in deze server. Hoeveel mensen zijn hier online? Oh my god. Nou, we gaan ze wel even opnoemen.
De Infundi-desco Clubcard. Meneer gast, meneer Gehaktbal. Coördinator Disney Parijs. Infinity Sea Bricky. Trainer Robitno. Gast member North of Korea. Silver Rocky Rose. Ros 9. Techniek Disappointing. Gast Emerson. Laatste P1. Infinity Toma 1000. Imperentis, sorry, ik kan geen Frans. X of Engels. H Ace. Imaxin Creatief Redstone. Wat de dat is geloof ik in Nederland. Plantinium. X van Gaboy XX. Gas Love Gaming 1234. En meneer Disney BMMC. Gas Panda Geek. Gast Patrick C0125. Trainer Elvis. Laatste streepje. Bubba Boeju. Boeju. Boeja. En producer Afagrecraft 8. En techniek Craftelin 007. En Smets 28. Als apparaties. Oké, dat zijn er echt hoop wat. En waar gaan we nu eigenlijk in? Ik heb echt geen idee waar ik eigenlijk naartoe loop. En dat meen ik. Welke attractie is dit? Dit is Vespers Tribution. Oké, dat was het. Peter Pan's Flight. Dit is Peter Pan's Flight. Oh. Dit is Peter Pan's Flight. Dit is gewoon de Vespers Retour. Ik weet niet überhaupt waar ik heen ga, maar... Oh, dit is de... Peter Pan. Oh. Hallo? Ja. Dat was een microfoon die bijna uitviel. Ik ben soms ook gewoon... Paf! Oh. Oeps. Oké, hij doet het dan gelukkig. Oké, dit vind ik wel heel leuk. Oh my god! Dat moet Peter voorstellen. En dat zijn zijn vader en moeder. En die komen dan... of... Nee, dat is Harry. Goh. En er komt... Nee. Er komt er een vee. Die man. Ja, dan gaan ze vliegen door de stad heen. Ja. Dat is ook zo. Ze gaan vliegen door de stad. Met die klok. Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk gedaan. Ik heb de film nog nooit gezien. Ik hoef ook niet te kijken, want anders word ik helemaal gek. Want het is een Disney film en ik hou niet echt heel veel van Disney. Omdat ik al 16 à 17 jaar ben. Dus daarom. Oké, ik hoor hele enge geluiden buiten. Maar ik wil niet... Ik hoor een ding 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 ding. Boom 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 boom. En dat is gewoon what the fuck. Oké, dat zijn oogjes volgens mij. Dat is geloof ik de maan of niet. Geen idee. Oh ja, dan komen ze in een andere wereld terecht, is het zo. Ik heb de film een klein stukje gezien. Ongeveer. Oh, leuk. Dat is wel, ik vind het echt wel leuk. Hoe ze dat maken. En zo. Je kan eigenlijk overal om je heen kijken, maar je ziet bijna niks. Alleen dit en dat is het wel bijna. Ja, in het echt ziet het gewoon heel groot uit, maar... Eigenlijk in als je in een karretje zit en je ziet dit... Dan denk je eigenlijk dat heel klein is, maar het is eigenlijk gewoon heel groot. Het is gewoon hele grote objecten. Denk ik. Weet ik veel. Ik zeg ook maar wat. Hier wordt gevochten door kapitein Haak of zoiets. Denk ik. Of is het Pirates of the Caribbean? Ik weet het niet, jongens. Laat het even weten in de reacties wie dit is precies. En dan bedankt. Oh jeetje, je hoeft hier niet meer gaan zitten. Hallo meneer. Hallo. Oei joh.
dikke boze koppen. Sorry. Oké, dit zit ook wel droog uit. Wat het precies is. Kijken. Oh, wat aangevallen of zoiets. Oké, ik dacht even, waarom lopen mijn doeken vast? Dankjewel. €603. Oh. Balans betekent trouwens geld. Ik heb €5 gekregen. Why you can flee. Je kan vliegen, betekent dat dus. Maak ik eruit? Oh, ik ben er al uit. Wauw. Oké. Wat is dit precies? Pirates of the Caribbean. Ojo, ojo, pirates of the Caribbean. Oké, dit is in hondenhout. Heel jammer, want ik zou hier best wel een ritje willen maken. Ik ben er zelf heel lang geleden ook in geweest, volgens mij. Ik heb er geen idee. En ik vond het wel een hele gave rit eigenlijk, denk ik. Ik heb het in de video gezien en dat was best wel vet eigenlijk om het te zien. Oké, dit is een winkeltje. Origineel. Hier verkopen ze ook die. Oh, je kan ook nog kopen. Oh. Moet je iets meer voor hebben. Maar hebben we hier een pin? Pinautomaat. Klinkt heel erg raar. Hebben we hier een pinautomaat? Ik heb zelf geen pin, maar oké, laat maar. Dat klinkt heel vies. Wat ik zei. God. Geen woorden voor. Oh my god. Oké, laten we maar verder gaan. Heel flauw. Heel flauw. De Meet Mickey Mouse. Meet Mickey Mouse bedoel ik daarmee. Wat is dit nou weer? Fantasieland ingang. Oh, wacht eens even, dit is die treintje. Ja, ik ken dit nog. Ja, dit kan ik me nog herinneren, ja. Ik ben hier heel lang geleden ook in geweest. Waar is eigenlijk de ingang, wat ik vraag, als ik vragen mag. Geloof ik, ben ik de andere kant op. Ja, denk het wel. Oeps. Ik ga er even langs. Iemand heet ook gewoon Disney Parijs. Disney Parijs. Het is Disneyland. Maar, ieder zijn eigen beeld. Ja, dit is hem. Die seconden wachten. Ik kom hier bang niet. Ah, daar is nou weer telefoon. Duurt lang. Sorry. Maak daar nog één. Sorry, dat klinkt heel kinderachtig. Grappig. Die ben ik ook in geweest. Dat vond ik echt een leuke rit. Dat meen ik. Je ging ook echt door een grot heen en dan kwam je zo weer uit. Dat was echt heel leuk. We komen nu langs de Small World. Volgens mij. It's a small world after all. It's a small world. Ik doe copyright in de muziek. Laat horen, sorry.
Ik weet niet wat ik precies zeg. Geloof is het iets small belt? Weet dat het iets small belt? Dit is iets small belt. Iets small. Oké, lijkt. Die attractie lijkt als een piep. Nou, dit is zo. Oh, dit vind ik wel leuk. Ja, die vind ik wel leuk. Je gaat echt door dat bruggetje heen. Wauw. Wow. Nou, Droom kan het iets beter, vind ik zelf. Want dit ziet er gewoon echt gewoon raar uit. Ja, Droomke. Ja, dit hè. Geen beledigingen. Geen beledigingen van mensen van de team, maar het ziet er niet echt heel mooi uit, vind ik zelf. Als ik eerlijk ben. En waarom speel ik eigenlijk hierin? Gaan deze überhaupt open en dan dicht? Of niet? Nee, dit is ook helemaal afgesloten. Of is dit Autopia? Waarom is het zo fucking end? Doe die karretjes wat sneller. Man, dit schiet niet op. Ja, mensen, en in de volgende aflevering gaan wij naar Walt Disney Studios. En dat is weer op zaterdag. En trouwens, voor de meeste mensen is het nu op vakantie in het noorden en in het midden van. Nou, heel veel mensen is eigenlijk op dit moment vakantie. In het noorden en in het midden van het land. Ja, in Nederland dan. Is het nu vakantie op dit moment. Fijne vakantie iedereen. Ik heb zelf ook vakantie op dit moment. En ja, lekker man. Heerlijk. Heerlijk. Oh. Laat even weten in de reacties als jij ook vakantie hebt op dit moment. En als je geen vakantie hebt, mag het, hoeft het ook niet. Oké, we komen langs de Space Mountain. En dit geloof ik is dit de uitgang waar je weer uit gaat stappen. Want ik ken, want hier is een nieuwe Star Wars simulatie gekomen. Nieuwe Star Wars simulatie. En dat betekent eigenlijk dat je in heel veel, ongeveer 60 simulaties. En dan dan kan je allemaal instappen hierin. En dan maak je eigenlijk een reis in de Star Wars wereld eigenlijk. Heel vet. Ik ben er nog nooit in geweest. We gaan misschien in de zomer naar Disneyland Parijs. Ik ga misschien ook nog een melding van maken dat ik daar een meeting ga houden, maar dat weet ik nog niet zeker. Dat hoor je liever vanzelf bij mijn serie Zomerdrumke of de Letterdrumke. Die Zomerdrumke komt 1 juli op mijn kanaal. Oké, dat is even terzijde. En nou, dat poortje heen, hoppakee. Nou mensen, dit was de video. Ook een leuke video vond, laat even een duim achter. Abonneer op dit kanaal en tot voor deze nieuwe video van Mini Spelen. En waarom staat er in de chat vader? Oké, tot de volgende keer. Doei.